Wel, we gaan naar Zuidelijk Afrika. Dat wil zeggen aan de grens tussen Zambia en Zimbabwe. Aan de Zambezi rivier gaan we dus in de natuur. Er is een speciaal tentenkamp opgebouwd om daar de eclips te kunnen bekijken. Ook Dirk Vreemhout reist mee. Het is niet omdat alleen de ruimte geweest is dat het nu allemaal gezien hebt. Hè. Speciaal apparatuur? Wat mij betreft niet, nee. Gewoon met blote oog kijken? Gewoon met blote oog kijken. Ook die combinatie van safari plus eclips plus... Dat staat me wel aan. De 28 eclipstoeristen tellen af tot het donderdag enkele minuten helemaal donker wordt. We zien momenteel heel mooi de coronastructuur. We zien een coronastructuur die ook puntig is in alle mogelijke richtingen. We zien ook heel duidelijk de protuberanzen. We zien een aantal hele grote zonnevlammen aan de rand van de zon. En we zien ook heel wat sterren. En dat is wel speciaal ten opzichte van vorige keer. We zien momenteel heel duidelijk Jupiter staan. En ook een aantal heldere sterren aan de hemel. En de hemel ziet zo donkerblauw naar het paarse toe momenteel. De horizon is 360 graden oranje-rood gekleurd. Dus heel speciaal effect. En het is heel donker. Het is voor mij de donkerste eclips die ik tot hiertoe in mijn leven gezien heb. Ja. Zo'n eclips. Mark is helemaal op zijn Afrikaans. Ik ben al helemaal zwart. Dat is mijn dochter. Five, four, three, two, one, engine!